Kuipers loopt zich vast, maar het wordt hersteld door Smits. En dan mag ze weer, Kuipers. En dan is dit bijna een eigen doelpunt. Maar niet helemaal van Nelemans. Dat loopt maar net goed af voor ADO. Die wat terug bij Patiwal. Die haalt uit, bal van de lijn gehaald en dan in de kluts. Nog een kans voor de Eindhovenaren. Behoorlijke kans. Voor Biesmans. Hoordam draait zichzelf open. Eigenlijk het eerste echte schot van ADO. Patiwal. Heel veel vrijheid bij Kolen. Die kan gaan uithalen. En dan is daar de eerste serieuze redding van de keepster van ADO, Barbara Lorsheid. Kuipers. Smits laat lopen voor Patiwal. Geen buitenspel. Dus komt hier een grote kans aan. De tweede grote kans voor PSV op het doel van Lorsheid. Deze wordt gepakt door de keepster van ADO. Ruimte bij Nelemans. Harrison komt terug, maar is te laat. Nauwe met een tikje en dan de bal voor de voeten van Boshuizen. En dat is het tweede schot op doel van ADO na 43,5 minuut. Noordam. Krijgt hem ongelukkig tegen haar been aan. Daardoor kan PSV overnemen. Kuipers. Dat is een goede kans voor PSV. En de grootste ook voor Joelle Smits. Afstand van Veenendaal en die bal lijkt nog de lat aan te raken. Heerlijk schot van Noordam, zeg. Fijne volley dit. Wijsbergen, goede actie. Noordam, die kan uithalen met haar linker en doet dat hier ook. Nog een keer de rechtsback, duel met Levels. Noordam. Nauwe. Rijsbergen, kan ze uithalen Rijsbergen en dan grabbelt van Veenendaal en heeft ze hem, zonder dat ze het zelf eigenlijk weet. Goed gewacht van Rijsbergen en dan met heel veel geluk, maar deze fase is ADO echt de bovenliggende partij. Van den Berg, dan blijft die bal daar hangen. Biesman stond daar nog, dan had ze haar oude ploeg bijna pijn kunnen doen. Levels. Gehouden door Kuipers. En dan gaat die bal op de bovenkant van de lat. Lorsheid verkijkt zich daar bijna op. Kuipers. Overstapje van Patiwal. Omdat ze voelt, omdat ze weet dat Kolen ook komt. Al richting tweede paal. En dan is dit weer een mega kans voor Joelle Smits. Lorsheid blijft staan. Koster kopt. Nog steeds gevaar. Patiwal. Die bal ketst volgens mij nog af tegen de paal. Zo leek het in ieder geval. Brugt. Aanhoudende druk van PSV. Van Schoonhoven. Biesmans. En dan is het helemaal daar aan die kant open. Nauwe krijgt de bal niet onder controle. Moet nog even een tussenstation zoeken. Levels. En nog een keer Nauwe. En tegen de lat. En nog een keer met dan Van den Berg. En dan heeft Lorsheid een klem vast. Maar vraag niet hoe. Voorzet van Patiwal. Die lijkt al af te ketsen op de buitenkant van de paal. Blijft dan binnen. Levels geeft nog een keer voor. En dan Van den Berg op Nauwe. Het had zomaar een doelpunt kunnen zijn van de twee centrale verdedigsters van PSV. Op deze manier zie ik het PSV ADO niet meer lastig maken. Als ADO zelf de bal gaat inleveren, zijn er natuurlijk wel nog kansen. Smits. Rucht. Terug op Smits. Die heeft echt wat ruimte om uit te halen. En doet dat ook. Wat scheelt het?
Het lijkt nu toch vooral tegenhouden voor de vrouwen van Jacques Polak. Romee Leuchter naar binnen, uithalen. Het is penibel allemaal daar. Toch nog Smits? Nee, Brugts dan. En die bal gaat erin! Esme Brugts bezorgt PSV toch nog de 3 punten. Leuchter trok al goed naar binnen en dan komt die bal voor de voeten. Eerst bij Joelle Smits. En als die dan niet uit kan halen, komt die bal ook prompt voor de voeten van Brugts. En die vindt de korte hoek en verrast daarmee Lorsheid, die de bal in haar eigen goal ziet verdwijnen. En wint PSV op het nippertje van ADO. Esme Brugts in de 93ste minuut met die knal in de korte hoek. En zij laat de ADO-vrouwen in vertwijfeling achter, want ze waren zo dicht bij het punt. Hadden het misschien ook wel verdiend. En dan komt er dus toch een moment. En dat was het moment van Brugts.